Welkom bij een nieuwe wiskundevideo. Vandaag gaan we kijken hoe je hoeken kunt rekenen in een vlieger. Stel nou eens, we hebben het probleem wat je hiernaast ziet. We zien een vlieger waarvan we twee hoeken weten en we moeten een derde hoek berekenen. Het is een beetje lastig, want jullie hebben geleerd met vier hoeken dat je drie hoeken moet weten om de vierde te berekenen. Toch kan je bij een vlieger dit berekenen zonder die derde hoek te weten. We gaan toch even kijken hoe het ook weer zat bij rekenen in vier hoeken. Daarna kijken we even naar wat lijnsymmetrie is. Vervolgens gaan we aan de slag met hoeken berekenen. En als laatste ga je zelf even oefenen. Bij het rekenen in vier hoeken hebben we geleerd dat de vier hoeken in een vierhoek samen altijd 360 graden zijn. En we hebben geleerd dat bij een gewone vierhoek we drie hoeken nodig hebben om de vierde hoek te berekenen. Bij een vlieger hebben we maar twee hoeken nodig. En dat komt door lijnsymmetrie. Een lijnsymmetrie betekent dat we een figuur in twee kunnen delen en dat dan de twee helften precies op elkaar passen. Wij kunnen namelijk de symmetrieas tekenen tussen A en C en dan kunnen we de twee helften van de vlieger precies op elkaar vouwen, wat betekent dat B en D precies even groot zijn. Dat feitje, dat gaan we nu gebruiken om te zorgen dat wij in de vlieger ABCD de hoek C gaan berekenen. Als je nog wat meer wil weten over het berekenen in vier hoeken, kun je hier op de link klikken en ga je naar een video voor wat extra uitleg. Nou, bij het berekenen van deze vlieger bij hoek C bedenken we dus dat de hoeken samen altijd 360 graden zijn en de twee hoeken daarvan zijn even groot, in dit geval hoek B en hoek D. Omdat die allebei 115 graden zijn, weet ik dus eigenlijk drie van de vier hoeken. Ik kan dus de hoeken die ik weet, A, B en D, bij elkaar optellen en dan kom ik uit op 305 graden. Dat betekent dat als ik die 360 graden pak, die de vier hoeken samen zijn, en daar 305 graden van afhaal, ik uitkom op 55 graden, dus hoek C is 55 graden. Ik ben erg benieuwd of je het goed hebt begrepen. Dus laten we eens kijken naar een probleem dat je zelf kan oplossen. We zien hier een vlieger en ik wil graag dat je zo de video pauzeert en dan hoek L berekent. Schrijf ook even je berekening op. Zet de video pas weer aan als je denkt het antwoord te hebben gevonden. Voor iedereen die het antwoord denkt te hebben gevonden en voor de mensen die gewoon het antwoord willen weten. Als eerste bedenken we natuurlijk dat hoek A en hoek M even groot zijn vanwege lijnsymmetrie, dus allebei 135 graden. Vervolgens stellen we de hoeken die we weten, K, M en N, bij elkaar op en dan komen we uit op 310 graden. Dan pakken we de 360 graden, halen daar 310 graden vanaf en komen we uit op 50 graden. Dus hoek L is 50 graden. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze wiskundevideo en ik wens je heel veel succes met de opdrachten. Mocht je nog meer video's willen zien van dit hoofdstuk, kun je op de afspeellijst drukken. Misschien wil je gewoon een nieuwe wiskundevideo bekijken. Mocht je nou geen leerling van me zijn, maar heb je nog wel vragen, kun je een opmerking achterlaten en dan probeer ik hem zo snel mogelijk te beantwoorden. Ik wens je een hele fijne dag.